SC Heerenveen verblijft deze week op het resort van La Manga Club. Assistent-trainer Tim Klompen is enthousiast, maar deze taxi hier, die is niet voor hem. Want de selectie gaat namelijk per mountainbike naar de trainingsvelden. Buenos dias. En deze liggen op zo'n 5 minuten fietsen. Gaas erop! Oh, dit is ook lekker in. Na 2 weken vakantie is het wel weer even wennen om op het veld te staan. Ja, toch wel eventjes. Ik bedoel, je bent toch 2 weken vrij geweest en het is toch weer opstarten. Dat merk je wel bij iedereen. Iedereen is wel heel enthousiast weer om te beginnen, dat zie je. En dat is alleen maar goed. En goed, we hebben nu wat loopjes gedaan en wat paarse trappen en wat voetvolley. En plezier straalde er vanaf. Dus het is heel mooi, ja. Ik heb altijd zin. Een paar weken vakantie, dan is mooi geweest. Dan ben ik altijd blij dat we weer kunnen beginnen. Ja, dat klopt wel. En dat doet Heerenveen, zoals gezegd, dus in het Spaanse La Manga. De club heeft bewust voor deze locatie gekozen. Ja, goed. Kijk om je heen. Genoeg velden, mooie velden. Het hotel is volgens mij prima. Dus alle faciliteiten zijn aanwezig om er een goed kamp van te maken. Op zo'n trainingskamp leer je elkaar pas echt goed kennen. En dan ben je echt 24 uur met elkaar op de kamers of op het veld. Dus je bent de hele dag met elkaar bezig. Dus dat maakt het wel leuk, vind ik. Want je leert elkaar ook buiten het veld kennen. En daarnaast krijg je toch weer een hechtere band op het veld. Dus het is alleen maar goed, denk ik, voor het tweede seizoen zelf straks. Streppel heeft 24 spelers geselecteerd. De geblesseerde Henk Veerman en Shea Fesi zijn niet meegereisd, maar daarentegen kent de selectie wel 2 debutanten. En dat zijn Dennis Johnson en Kip Piri. De talenten mogen zich deze week laten zien. Deze jongens die kennen we natuurlijk al lang, hè? Die hebben al vaker mee getraind. Dus die krijgen de kans om zich te bewijzen. En, ze zijn allebei heel erg talentvol, dus we gaan deze week eens kijken wat ze kunnen en of ze aan kunnen haken bij het niveau. Maar nogmaals, wat ik al zei, zijn goede talenten die een goede kop hebben. Ja, het is hartstikke leuk. Ik kan mezelf bij mezelf herinneren toen ik er voor het eerst bij kwam bij het eerst en dat je trainingskamp meegaat. Ja, dan kijk je ogen wel een beetje uit en dan ben je natuurlijk toch wel aan de ene kant nerveus, maar aan de andere kant vind je het natuurlijk hartstikke leuk dat je bij de grote jongens zit. En ik denk en ik weet zeker dat het bij de jonge gasten nu ook zo is. Ze zijn hartstikke enthousiast, heel positief en passen heel goed in deze groep. Dus ik hoop dat ze heel veel kunnen leren. Heerenveen traint deze week op deze mat, maar speelt zaterdagmiddag op dit veld. Een oefenwedstrijd tegen Wolfsburg. Oefenwedstrijden die zeggen niet zo heel erg veel. Het gaat meer om je eigen elftal. En we zullen eens kijken met wie Wolfsburg komt. Hè? Bruma en Bazour al meedoen. Maar nogmaals, het gaat om ons, onszelf, om weer fit te worden voor de 14e tegen Den Haag. De doelstelling is om hier zo fit mogelijk te zijn en zo fit mogelijk te raken voor het tweede seizoen zelf. Dat is onze uiteindelijke doelstelling. Ik ben benieuwd en ik denk dat het uiteindelijk weer een mooie ervaring is voor ons om dat mee te nemen in ons bagage naar het tweede seizoen zelf.